Hallo visvrienden, de winter heeft zijn intrede gedaan, dus ik sta nu te filmen vanaf een wit strand. Deze film gaat over zandbanken, muien en waar je moet gaan staan. Waar ik nu naar film, dat heet De Zwin. Ik draai nu zachtjes aan naar het einde van die bank. En dan kun je zien dat er op een gegeven moment de golven niet meer breken. Kijk, hier heb ik dat punt. Dus dit is een plek waar je goed kunt staan. Zeker als je voor het eerste keer gaat vissen, dan weet je meestal niet waar je moet gaan staan. Maar dit is een van de plekken waar je goed kunt staan. Dan draai ik verder. Ook hier kun je gaan staan. Ik ga even wat naar omhoog. Zo. Daar rij je nog een iets droger gedeelte. En daar krijg je weer een bank. Ook aan die kant kun je gaan staan. Dus dit is een plek waar normaal gesproken natuurlijk met hoog water, dan zie je dit niet. Dus van tevoren even kijken, even de strand toe om te kijken waar je kunt gaan staan. Of minimaal 3 uur van tevoren. Dan kun je dit ook nog zien. Het is nu eppend worden, dus het gaat naar laag water. Dus je ziet hier vooraan de hoogwaterlijn. Dus het water is al teruggevallen. Dus dit is een van de plekken waar je kunt gaan staan. Nu sta ik aan de linkerkant van de mui. Zoals je ziet, zie je daar de golven breken. Nu draai ik zachtjes aan naar dat muitje toe. Het is geen grote mui. Als ik zou gaan staan, zou ik gaan staan op de plaats waar ik nu sta te filmen. Dan sta je het beste. Als je met hoogwater gaat vissen, ga dan in de mui staan. Dat is het beste. Maar wil je met laagwater vissen, dus als het hoogwater geweest is, zoek dan een plek op waar je over de bank heen kan gooien. Waar ik nu sta, als je hier gaat staan, bij wijze van spreken, dan kun je over die bank die je nu ziet, heen gooien. Want je hebt namelijk de eerste, de tweede en de derde bank. De eerste bank die komt altijd, althans sommige komen droog te leggen en sommige niet. Dus, maar als je met app gaat vissen, dan is het gewoon het beste dat je dan hier staat. Want die zwin is hier smaller. Dus als je dan een goede gooi geeft, dan gooi je hem over de branding heen. En dan sta je in de buitenkant te vissen. Wat wij doen. Dus. Tot ziens.